moest vanuit Eindhoven vandaan komen en ik heb gehoord dat we moesten ontruimen. Dus het duurde een uur eerder ik hier was en mijn vrouw heeft de spullen ingepakt. Of eigenlijk gisteravond stond ze al klaar. Ja. Ben je wel gerust gaan werken vanochtend? De rook was gelukkig wat minder vanochtend, dus met die gedachte dacht ik van dat het vandaag wel onder controle zou komen. Maar gisteravond toen, had ik daar niet zo'n prettig gevoel over toen de helikopters overvlogen en we moesten zonder bericht gaan slapen. Ja. Dat sliep niet lekker. Ja, maar toch gaan werken, toen het belletje en toen snel deze kant uit. En toen was ik nog te laat om thuis langs te gaan om mijn spullen te pakken, maar meteen hier naartoe gereden. Zijn er kleine kinderen? Hebben zij enig benul van wat er gebeurt? Ze vonden het gisteren heel spectaculair om alle brandweerauto's en de politieauto's en de ambulance te zien. Maar van het idee dat er iets dreigends aan de gang is, gelukkig niet. Ze hebben fantastisch geslapen vannacht, dus dat is ook onze geruststelling. Bent u bang voor uw huisje? Wie niet? Het komt erg dichtbij en met deze wind die iedere keer draait, weet je niet wat er gaat gebeuren. Maar het belangrijkste is dat wij hier zijn en de rest is materiaal. Was u geschrokken? Ja, wij geschrokken. We waren er wel bang voor, omdat het nu al verschillende keren, zeg maar, het vuur dachten we onder controle was. En dan gaat het ineens weer opwakkeren. En dat was weer een schrik van de tweede of de derde keer dat het nu opwakkert. Ja. En dat is, hebben we ons zeer veel geschrokken van nu leek het net of het steeds korterbij kwam. Ja. En waar zijn de mensen allemaal naartoe gegaan? Want... De mensen zijn allemaal naartoe gegaan of naar de familie of naar, we hebben met de gemeente gebeld dat ze dus bij het boshotel terecht kunnen. Op een boslaan in Vlodrop. Of in Kasteel Dalenbroek, wat ook van dezelfde eigenaar is. Ja, maar hier zitten de meesten. Hier zitten de meesten, ja. Bent dus allemaal nagegaan hè, als buurtpreventie? We hebben ze allemaal als buurtpreventie bij de straten nagelopen. En allemaal gekeken dus de mensen of ze allemaal in huis waren. Maar meestal waren allemaal het koffertje naar de auto inbrengen. En allemaal of de auto was al weg. Allemaal overal aangebeld en overal goed gedacht. Volgens ons gedachten, het waardehuis is allemaal leeg. Ja, was er geen paniek? Nee, paniek kunnen we niet zeggen, want het was eigenlijk al te voorzien. Gisteravond hadden de mensen ook wel eens een beetje van, moeten we nu weg, wel of niet? Ja. Om de angst, zeg maar, van als het een keer gebeurt op de mijnweg, dan is misschien de kans dat het kort bij komt. En wij zitten in een buitengebied, dus heel kort bij de Nationaal Park de Mijnweg. Mm-hmm. Ja, en is natuurlijk ook, hoe kort komt het dan bij ons? Ja, en wanneer kunt u terug, hè? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Maar goed, we gaan straks eventjes terug naar mijn beide poezen. Dat die ook, maar die kunnen we dus nu niet meenemen, maar goed dat die ook zijn heil gevonden hebben. Dus. Er worden tegenstrijdige berichten op een gegeven moment. Aan de ene kant worden we al geëvacueerd. Om 2 uur lozen we op de site van de Limburger. Terwijl we nog een soort verwisseling nergens van. Maar ja, we rijden wel in de gaten van het gisteren wel aankomen. Dus we hebben op een gegeven moment ons koffertje gepakt. En, toen op een gegeven moment iets wie het woord, wat vrij vlot gepiep eigenlijk. Zit je bang? Nou, ik ben niet bang. Nee. Van de andere kant, hij had wel min of meer een beetje verwacht dat dit zou gaan komen. Ja, waarom? Ja, kijk, gisteren op een gegeven moment heeft het sowieso al verwacht, want toen was vlak bij ons. Vanmorgen heeft ze gehad van oké, het is voor elkaar. Maar wie is dan te strak vanmiddag om nu weer eens ook wat er aan de hand wordt. En dat kwam op bos aan. Ja. Nou, toen heeft hij wel mijn koffertje gepakt, dat hij gaat klaarstaan. Dat heeft wel verwacht. Ging het rustig? Ja. Tenminste, wat ons betreft wel. Mijn vrouw is al weg. Ja. Die zit al op het adres wat betreft bij mijn dochter. Ja. En dat ging zeker rustig. Ja. Is er het vuurzorg of zien er echt gevoren dat het vuur overslijt op Reeuwoude? Nou, dat gewoon echt niet van goed. Ik denk eerder dat het de vuurzorg is voor de rookontwikkeling. Want dat is wel mensen op bios hoe vier en wonden. Dat het toch behoorlijk ook binnen de rook komt en dat het toch wel constant hoogste wordt. Ja. Dus, dat is wel iets voor je zorg, ja.